geef u eerst graag het woord aan onze wethouder van sport, Paul Dirks. Ja, dankjewel. Ja, nou, voordat jullie straks aan de slag gaan, ik begrijp dat dit de tweede keer is, anders dat het getraind gaat worden. Derde keer alweer. Heel goed. Er zijn eigenlijk twee dingen waarom ik dit mooi vind. En het eerste heeft te maken met het feit dat jullie allemaal keepers zijn. Ja, en keepers zijn toch is een beetje een bijzonder vak. Het is ook een moedig vak. Als een aanvaller mist, dan is het jammer, maar als jullie een fout maken, dan ligt hij er meteen in. Dus het blijft extra moedig van deze clubs dat ze jullie extra willen scholen. Dus dat is hartstikke mooi. En wat extra bijzonder is, wat mij betreft, is dat hier twee clubs elkaar gevonden hebben. Uit Leiden en uit Leidendorp. Zoals twee wethouders elkaar ook regelmatig steeds beter vinden eigenlijk. En dat jullie zeggen van, nou ja, hoe dan ook. We hebben keepers die moeten tot de beste keepers van Nederland behoren. Dus wat doen we dan? Dan gaan we ze gewoon de beste training geven die er is. En of je nou uit Leiden of uit Leidendorp komt. En stap even over de rivaliteit heen, maar we gaan gewoon samen de handen ineens slaan. Nou, en mijn ervaring is, als je samen dingen doet, kom je over het algemeen verder. Dus dat vind ik hartstikke mooi. Ik wens jullie heel veel succes. Doe je best. En zorg dat je uiteindelijk de gever hiervan, Pirmin Blaak, evenaart en een keer ook dat Nederlands elftal haalt. Succes! Ja, ik ga natuurlijk precies dezelfde dingen zeggen, dus dat schiet niet op. Ik vind het onwijs mooi om te zien dat twee clubs die elkaars concurrenten zijn hier op het veld, elkaar toch vinden om het spelletje beter te maken. Jullie, keepers, inderdaad, jullie zijn gewoon het allerbelangrijkste. Ik heb zelf een zoontje, die is tweedejaars één, dus die mag nog niet meedoen, maar geloof me, dat wil die wel. Dus wellicht dat volgend jaar aan de orde is. Ik wens jullie heel veel succes en inderdaad, laten we zien dat we het topniveau kunnen halen.